voor de DVS TV trainersvisie nummer 7, schat ik ongeveer. Roland, met het gezin een mooi Sinterklaasfeest gevierd. Jazeker, ja. Ja? En met die jongens, daar komen natuurlijk allerlei voetbalcadeaus aan te pas, of niet? Ja, ze hebben allebei twee Barcelona-pakjes gehad, ja. Dat heb jij goed. Dat dacht ik al. Ja, die kleinzoon van mij, die kreeg een heel Ajax-huis met allemaal kamers. En ja, het is niet te geloven wat ze tegenwoordig allemaal verzinnen. Maar dat was dus... ja, en dan ook nog 4-1 tegen de koploper. Dat moet toch wel een lekker weekendje zijn geweest. Ja, zeker. Zeker. Goed weekend, dat sowieso. Niet dat... dat het voetbal altijd daar invloed op heeft natuurlijk. Maar het is altijd lekker. En 4-1 winst. Dat is ook mooi. Ik vond dat er al heel lang aan zat te komen. Ik zei voor die tijd ook al van dat het niet altijd uitgesteld kan blijven worden. Het scoren. En nu zat het wel mee, vond ik. Toch kan ik me donders goed voorstellen dat die coach, de Ruiter van Lisse, dat hij behoorlijk pissig was op zijn spelers. En dat hij zelfs dreigde met diverse basisplaatsen die je moet vrezen. Dat schreef dan de Lisse commentator. Maar dat kon ik me ook wel voorstellen hoor. Bij het eerste doelpunt en bij het derde doelpunt. Toch gek balverlies. Ja, kijk. Ik weet niet wat hij gezegd heeft. Ik lees dat eigenlijk nooit, dat soort dingen. Maar... kijk, ik kan me wel voorstellen als je kijkt die eerste goal, daarom zei ik ook van het scoren zat ons dit keer gewoon ook wat mee. Want kijk, als je die eerste goal ziet, met alle respect natuurlijk voor de hele mooie actie van Maurice. Maar ik kan me voorstellen dat je als trainer dan wel pissig wordt dat die 5 man voorbij gaat en dat de bal dan binnen geschoten wordt. Ik denk bij die tweede goal kan de keeper de bal gewoon vrij wegrammen. Hij kan hem volgens mij ook nog gewoon bij de rechtsachter gewoon rustig in de voeten schuiven. Ja, die bedoel ik eigenlijk, ja. Ja, ja. En schiet hij hem eigenlijk zo de lucht in. En kun je ook zeggen, wij zetten daar even goed druk. Of wij zetten in ieder geval die ingooi zetten wij daar even vast. En daarna jaagt hem wel door op die keeper. Maar eigenlijk dat schot van Frank, dat zegt eigenlijk wel wat over dat het de laatste tijd ook gewoon wat tegen zat. Als je zo'n bal, als je ziet hoe die bal erin ging van Frank, nou, dan kun je bijna niet voorstellen wat je dan de laatste weken hebt meegemaakt allemaal. Moest je bijna de mooiste aanval ter wereld maken om die bal erin te schieten. En nu zat dat gewoon mee. Een derde goal vond ik wel gewoon een goede goal. Daarin schakelen we snel om. Een mooie strakke inspeelbal van Koen op Maurice. En die draait natuurlijk met heel veel kwaliteit weg bij een tegenstander. En dan krijgen we toch diepgang met Frank op de zijkant. En waardoor die Frank in de diepte kan aanspelen. Maar daarvoor belandde die dieptepaas van Lisse. Belandde zo in de voeten van Koen en Pats. Toen Lisse stond klaar om offensieve daden te plegen. En vervolgens tjaka tjaka. En dan natuurlijk weergeloze beweging van Maurice. Ja, wij wisten van tevoren ook wel dat daar wel mogelijkheden lagen. Dus je hebt natuurlijk wel, dat zei ik ook vorige week, koploper, die gaat natuurlijk niet afwachten hier zo. Dus die gaat ook vooruit voetballen. We wisten dat er voor de verdediging en ook daarachter wel de ruimte zou kunnen ontstaan. Nou ja, en dat heeft denk ik in dit geval heeft dat ook wel goed uitgepakt. Zeker als je ziet dat Maurice dus even goed in die ruimte beweegt en daarna zich vrij speelt en dan de lopende mensen inspeelt. Dus het is ook gewoon prettig dat je ook zo wat meer ruimtes krijgt. En als je met 3-0 voor staat met de rust, ja, dan moet er heel wat geks gaan gebeuren. Wil je dat nog weggeven? Dat kan niet anders zeggen dat we gewoon de tweede helft prima verdedigd hebben. Maar over de hele wedstrijd hebben wij, iedereen was een geweldige Hosanna stem. En ik ben hartstikke blij voor de club en voor de spelers. Maar we hebben geen wereldse wedstrijd gespeeld. Dat blijkt ook wel uit de statistieken vandaag, dat we toch al ontzettend veel balverlies hebben geleden. Ja, dat is gewoon zo. Ja, dat kwam eruit. En normaal zijn we ook veel meer aan de bal. Kijk, nogmaals, dit is een middel. Hè? Dus ik zeg ook iedere week van je speelt positiespel om kansen te creëren. Nou, elke week creëren we kansen. Alleen we hadden moeite met de afronding daarin. Elke week versturen we bijna meer als 500 passes. En nu kwamen we niet verder als 300. Dus dat zegt wel wat. Maar dat zegt ook wel wat over de kracht van de tegenstander. Aan de andere kant hebben we wel natuurlijk
Doelpunten goed gemaakt, goed afgemaakt. En we hebben heel goed verdedigd. Dat kwam er ook uit. Dus we hebben ook veel duels gewonnen. Maar het was ook wel een wedstrijd voor meer duels. Want er werd ook wat meer over en weer door de lucht gespeeld. Ook wij deden daar in de beginfase wat aan mee. En dan krijg je ook meer duels. Dus dan ga je ook meer duels winnen. Nemen ze nu nog wel heel goed hoor. Die duelkracht die met name Koen ook aan de dag legde. En die voelt zich op die positie toch duidelijk wat beter. Ja, ik denk wel als je iets kunt benoemen, dan is het wel zo dat ik vind dat we wel wat beter staan in verdedigend opzicht. Nu we met twee controleurs daarvoor spelen, met Heidi en met Koen. En Koen is ook eigenlijk gewoon voor dezelfde positie als Heidi. En dan kun je dus anders gaan spelen. In dit geval doen we dat anders en dan spelen we met twee controleurs. En hun zijn beide in staat om ballen te veroveren. Hebben beide het inzicht om te kijken waar ballen gaan komen, om ballen op te pakken. En ze hebben beide gewoon veel voetballend vermogen, dus dat is prettig. Oké, dan krijgen we nu Scheveningen. Ja, het is weer een ander verhaal. Ja, kijk, eerlijk gezegd zal mijn worst zijn tegen wie we spelen. Dat klinkt een beetje raar, maar ik speel misschien nog wel liever tegen de top bovenin. Dan ploegen die de bus parkeren, laat ik maar zo zeggen. Maar nogmaals, kijk, wij hoeven voor niemand bang te zijn. Ik denk dat wij gewoon prima voetbal spelen. We creëren elke wedstrijd creëren we kansen. Soms moet het wel mee zitten. Zo zaterdag zat het wel mee. Maar je moet ook goed verdedigen. Hè? Dus je moet ook lang in de wedstrijd blijven. En dat is ons ook al een aantal keer overkomen. Dat we toch knullig een aantal goals tegenkrijgen. Waardoor we dus eigenlijk continu achteraan moeten. En daar moeten we wel van leren. Dus nou hebben we een iets stabielere organisatie, verwacht ik. En we moeten wel leren om... Niet te veel uit de organisatie te gaan lopen, zodat we lang op resultaat kunnen blijven spelen. En kansen creëren, dat doen we altijd. Dus, Ook weer even ertussendoor een complimentje aan de medische staf. We zijn bijna bij de winterstop en potdorie, bijna iedereen is fit. Dat is wel uniek hoor. Nou, compliment aan de medische staf. Ah, misschien ook de trainingsopbouw hoor. Nee, ik wil mezelf niet op de borst slaan, maar de medische staf doet... Maar dat doe ik voor jou. Oké, dankjewel. Mijn medische staf doet uitstekend werk, maar het is wel zo dat we op dit moment wel heel erg goed moeten kijken van hoe we spelers belasten. Want we proberen, kijk, maar dat is ook rekening houden met, hè, dus we houden gewoon goed contact met de medische staf. En dan kijken we van, wanneer moeten we spelers eruit halen, wanneer moeten we rustig aan doen, wanneer kunnen we wel een prikkel geven, wanneer niet. Ja, en op dit moment moeten we wel inderdaad met heel veel spelers moeten we echt rustig aan doen. Je hebt misschien wel gemerkt dat we vaak een uur en een kwartier trainen zo'n beetje. Dus dan proberen we eigenlijk de intensiteit hetzelfde te houden, alleen de duur wat korter. En dan ga je iets korter trainen, en fel en kort. En dan hoop je toch zo dat iedereen steeds maar fit blijft en fris blijft om zaterdag goed resultaat neer te zetten. Fris in het hoofd, dat is ook zo belangrijk hè? Ja, dat is zeker belangrijk. En daardoor hebben ze gisteren allemaal Sinterklaas mogen vieren. En dat is wel lekker als ze een keer een dagje vrij zijn. Daar worden ze fris van, inderdaad. Dan even je zinnen verzetten, even bij je duifje op de bank. En dat is ook lekker. En bij je kinderen. Precies. En zaterdag voor de wedstrijd even een paar haringen naar binnen en dan knallen, Roland. Dat zullen we na die tijd maar doen. Ja. Oké, doen we na die tijd. Goed, succes. Dankjewel. Oh,